Ik ben Hilde, Hilde Krivits. Ik ben Vlaams minister van Onderwijs. Ik ben Rob. En hoe oud ben jij? En 24. Ah, toch een 24. Ja. Mijn zoon ook. Maar die weet wel wie dat ik ben. Ja, ja, dus... Die dag vandaag is super druk. Het is 1 september, dus alle scholen starten terug. En ik ben gestart in een Brussels schooltje, om ook dat Brussels onderwijs een keer in de kijker te zetten. Ik doe dus de hele dag schoolbezoeken, omdat ik vroeger de minister ben. Maar mogen wij dan geen politie bellen om zo'n... Obama-achtige... Nee, dat doe ik nooit. Mag... Ik kan... Nee, al de mensen zitten soms in de file, dus ik ook. Ja. Alleen in hoogst uitzonderlijke omstandigheden. Ik ben nu bijna 10 jaar minister. Hè. En de allereerste keer dat ik zo politie bijstand had, ik voelde mij precies de koningin. Omdat al de kruispunten waren zo afgesloten en een rijtje zo met... Maar je lijkt wel een beetje op een koningin, vind ik. Dank u. Ja, ik heb er ook heel lang en hard aan gewerkt. Ja. Dat is niet waar. En dan heb ik ook elke morgen al de kranten. Ah ja. En is er zo'n een narcistisch momentje, dan sta ik zelf in de krant. Ja, heb je, sta je in de krant? Ja, ik sta in de krant. Maar kijk eens, hier. Ja. Ja. 10 leerkrachten die 10 vragen stellen. Ja. En met een fotootje van de leerkrachten en ik moest antwoorden. Dan heb ik een oproep gedaan voor de jongens ook om te kiezen voor het onderwijs. Omdat er veel te veel leerkrachten vrouwen zijn. Vooral als je bij de kleuters komt, is het bijna allemaal vrouwen. Ja. En hoe ouder de kinderen worden, hoe meer mannen. En dus aan de universiteit heb je veel mannen. Dus in september, jij was vroeger ook een van die kindjes. Hoe was het voor jou dan? Ik heb een hele goede herinnering aan mijn kleutertijd en mijn lagere school. Alleen in het, toen ik in het middelbaar kwam, in het secundair onderwijs, dat derde en dat vierde jaar vond ik echt niet. Ik was zo'n puber en ik voelde mij niet zo goed. Het boeit je even niet meer zo. Hè? En ik was zo heel donker in die jaren. Zo, ik had zo'n heel zwaar gevoel van... Maar was dat niet een beetje de punktijd en de... Ja, en ik was ook heel die donkere muziek vond ik ook schoon. Ja. Zo had zo'n liedje van, hoe heet die nu alweer, Creep, Radiohead. Ah, Radiohead, ja. Ja, maar die zijn ook, maar die de gast van Radiohead zegt nu, ik wil dat liedje nooit meer horen, maar ik vind dat liedje. Maar dat is zo het gevoel dat ik had zo van, de maatschappij, iedereen vindt mij slecht en ik voel mij niet goed. Ja. En zo. Ik had veel meisjes van mij gevoeld. Maar je ziet er ook goed uit, ja. Ik kan me dat voorstellen. Voilà, dank je. Ja. Moet je iets hebben om te drinken, colaatje? Dat is goed. Is het goed? Ja, en hij is niet koud, maar nee, dat is goed. Ik drink die zo... Santé. Santé. Voilà. Op het nieuwe schooljaar. Ja, op het nieuwe schooljaar. Mag ik eventjes? Ja, doe maar. Hoort erbij. Ja, ik zal ook even mijn Instagram bekijken. Mooi beeld. Maar, het is eigenlijk heel saai, zelfs niks te vertellen. Maar dus, je hebt een auto gekocht omdat je wou concurreren met Obama? Nee, totaal. Naar beneden. Ja, jij bent een speelbol. Dat is eigenlijk, dat is plezant. Op het moment dat ik minister werd, was ik van ja, je gaat een chauffeur hebben en een auto. Maar het voordeel daarvan is, van als je 's morgens in de auto stapt, dat is eigenlijk mijn bureau. Hoe vind je het om chauffeur te zijn van Hilde? Super. Zeg dat nog een keer. Super. Nee, ik doe dat nu al 9 jaar. 9 jaar. En het is precies of dat nog de eerste dag is, met evenveel ambitie en goesting werken. Een van zijn grote voordelen is dat er ongelooflijk kan zwijgen. Soms stap ik morgens in de auto, zeg ik goedemorgen en doe ik mijn mond ermee op een half paar telefoons. Maar dat is niet te onderschatten hoor. Ik heb dat ook geleerd. De chauffeur zijn, je leeft eigenlijk op het tempo van iemand anders. Dat is eigenlijk de meest confidentiële relatie die je kunt hebben. Ja. Ook de telefoons die ik doe, met wie dat ik telefoneer, wat dat ik zeg, bespreek. Jij twittert veel. Ja, heel veel. Van waarom heb ik al getweet? Gaan we een tweetje maken? Gaan we een selfietje maken. Okay. Yes. Goed, gaan we dat zetten? Jij gaat dat retweeten? Ik ga dat retweeten sowieso. Hashtag humor niet vergeten. Ja, het is waar. Voilà, zeker. Maar ik kan dat doen, hè? Mijn heeft al... Ja, jij hebt 3 retweets en 3 likes. Oh, en ik heb 3 retweets en 7 likes. Hilde in the house. Nee. Wordt een heel tof filmpje, denk ik. Ik vond het een super gesprek. Ja? Een fijne gast. Ik heb vertrouwen in de jeugd als ik u bezig zie. Echt? Ja. Ook al ken ik niets van bekende politiek of zo. Nee, ik vind het totaal niet erg. Maar dat ligt evenzeer aan mij. Hè. Zeg, salut. Dank je. Goed. En jij, succes met het debat. Ik zal hier mijn best doen. Ja. Ik heb niet veel voorbereid, want ik heb met u gebabbeld. Ja. Maar dat is ook een goede voorbereiding. Hè? Dat is de beste.